Van de Dukes of Hazzard, van de televisie van vroeger. Gingen we iedere week wachten totdat het weer op televisie kwam. En dan konden we die mooie oranje machine weer door het beeld zien vliegen. En toen had ik zoiets van, ja, zo'n ding moet ik eigenlijk ook ooit hebben. En in het verleden ook een Dodge Charger gekocht. En heel erg van genoten. Opgeknapt, gerestaureerd. En toen was de schik er eigenlijk een beetje uit. Toen dacht ik, ja, ik moet toch iets anders. Dus heel wat Amerikanen gehad in het verleden. En nu deze. En deze is natuurlijk helemaal fantastisch. Maar niet nieuw. Maar gewoon zoals die moet zijn. Karakter hebben. En mensen vragen me vaak van, ja, waarom restaureer je hem niet? Ja, ik geniet veel meer van het rijden en van de ervaring die je dan hebt. Dan zo'n ding helemaal spik en span erbij zetten. En bang moeten zijn dat er iemand te dichtbij staat. Dus ik hou van het karakter. Natuurlijk wel een beetje eigen maken, zo'n auto. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik er verder moet zeggen. Ik denk gewoon dat het ook een stukje liefde is. Ja, het is eigenlijk gewoon een ouderwetse V8. Waar een beetje olie af en toe bij moet. En we hebben er wel gas in gebouwd. Het is een 6,6 liter. Die het gewoon doet als ik de sleutel omdraai. En niet zoals alle nieuwe auto's, dat weer een sensor kapot is of weer iets anders kapot. Deze is gewoon gemaakt om te rijden. En dat doen we ook gewoon, iedere dag. Gewoon iedere dag met die auto rijden. En dat is het leukste wat er is natuurlijk. De meeste mensen vinden het toch wel heel tof dat je nog met zo'n oud ding rondrijdt. Maar ja, er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die het een beetje chockerend vinden dat ik er niks aan doe. Dat ze zoiets hebben van, ja, maar zo'n ding is toch, dit is toch zonde om er zo mee rond te rijden en om hem niet op te knappen. En dan zeg ik van, ja, maar hij rijdt perfect. Hij doet wat hij moet doen. En zo geniet ik er veel meer van als dat hij helemaal gepoetst en gepolijst en strak erbij staat. Deze stond bij een handelaar. Dat ik zoiets van, ja, hier staat eigenlijk wel mijn naam op. Dus ik had zelf een aantal andere auto's staan waar ik niks mee deed. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. Toen heb ik een aanbod gedaan van, ik denk, ja, als ik nou al mijn auto's die ik heb ruil tegen deze, dan kunnen we misschien wel iets leuks doen. Ja, daar keurde die goed. Dus toen heb ik een ruil gedaan. Alle mijn oude ijzer weg. En dan deze terug. Er zat nog wel een hoop werk aan, want er was intussen de schimmel stond erin en er waren wel wat kanttekeningen aan. Maar ik denk, ja, het moet ergens beginnen. Dus toen ben ik hem helemaal schoon gaan maken, technisch in orde gaan maken, de remmen gemaakt, alles. En toen gewoon gaan rijden. En ik rijd er nog mee, dat is intussen bijna 10 jaar geleden. Iedere dag je eigen B-film, dat is wel tof. De roest die erop zit, die heb ik wel laten zitten, maar allemaal ingespoten met een roestomvormer, zodat het allemaal geconserveerd blijft. En dat hij niet verder gaat zoals hij nou is. De blanke lak is eraf, ja, dat vind ik wel oké. Dat geeft hem toch weer, wat ik net ook al zei, dat karakter. Intussen heb ik er wel een hoop dingen aan gedaan, dus wat lampjes erin, andere wieltjes erop, een beetje aangekleed en echt eigen gemaakt. En dat is eigenlijk wel een beetje wat ik eraan gedaan heb. Ik was hem wel regelmatig en als ik een nieuw roestplekje zie, dan spuit ik die weer even in. Maar het is niet zo dat ik er hele stukken ingelast heb en hem helemaal onder handen genomen heb. Technisch heb ik hem wel helemaal onder handen genomen. Dus de motor is helemaal opgefrist. Versnellingsbak is een keer gewisseld. Remmen zijn allemaal nieuw. Kogelwerk wat eronder zit is allemaal nieuw. Ik heb hem natuurlijk een stuk verlaagd, want zo'n boot moet natuurlijk wel lekker laag tegen de grond aan liggen. Periode correcte wielen erop gezet voor. Achter vind ik staal altijd mooi, dus dat hebben we er achter op gezet. En een uitlaat eronder, want dat moet natuurlijk wel een beetje klinken. Nou, dus dat doet hij ook. En voor de rest is het gewoon instappen, rijden, af en toe een keer tanken. Ja, waarschijnlijk 3 keer in de week dat ik toch wel bij de pomp sta. Maar ja, dat hoort er natuurlijk een beetje bij. Het rijdt fantastisch. Het gevoel met zo'n auto is echt heerlijk. Het is gewoon een boot. Je gaat op een bank zitten en je kijkt door een grote voorruit naar buiten.
Dus het is eigenlijk gelijk je eigen film. Mega stuur, zo'n mooi ouderwets dun stuur. Waar je niet te veel aan moet zitten. Gewoon vooral relaxed in die auto gaan zitten, want anders vlieg je alle kanten op. Maar als je eenmaal eraan gewend bent, dan zoeft het gewoon. Kan je dit gewoon laten gaan, laten varen. Ik geniet ervan. Mijn kinderen vinden het helemaal te gek. En we kunnen alles meenemen wat we willen. Dus moeten we iets op het dak gooien. Kerstboom, maakt niet uit. Kerstboom op het dak. Spullen mee. De achteruit kan gewoon naar beneden. Ook weer een beetje, hè? Niet zoals het was. Maar kijk, dit is intussen ook een keer afgebroken. Maar ja, dat gebeurt. Dat gebeurt met alles. En dan kunnen we gewoon... Kijk, dit is toch fantastisch? En dan klikken we hem weer erop. Zo. Nee, hier word ik wel blij van. Ik ben nu werkzaam in de Amerikanen. Ik ben sinds een jaar heb ik mijn eigen garagebedrijf ben ik begonnen. Waar ik met name auto's repareer. Vaak komen mensen naar me toe die zeggen van ik heb ook zo'n auto in de schuur staan. Dan zeg ik ja, maar waarom staat die in de schuur dan? Ja, het moet eigenlijk helemaal gerestaureerd worden. Ik zeg ja, maar als we het nou technisch voor elkaar maken, dan kan je er in ieder geval weer iedere dag van genieten. En dit is gewoon, ja, dit ben ik. Dit is gewoon zoals het moet zijn. Gewoon iedere dag dat ding kunnen pakken. Van dag tot dag zorgen dat je blijft genieten van de spullen die je om je heen hebt en van de mensen.